ben met Miss Vlogger hier. Hey. Wauw, kijk hoe mooi de lucht nu is. Cheers op het goede leven. De tijd staat stil. Get your ring, get down. Get down. Hallo bitches en welkom bij een nieuwe video. Wij staan op het punt om op vakantie te gaan. Yay! De spullen zijn net ingepakt. Die heb ik even in een aparte video gefilmd. Pack My Suitcase, die staat als je dit kijkt al online. Mat doet nog even de laatste dingetjes erbij. En dan gaan we naar Malaga. Superleuk. Daar zijn we vorig jaar ook geweest. Mat zijn vader en stiefmoeder wonen daar. En zij hebben een soort van jaarlijkse traditie om daar dan elk jaar Sinterklaas samen te vieren. Voor mij de tweede keer dat ik daarheen ga. Neem je je laptop mee? Ja, denk ik wel. Oh ja, leuk. Dan kan ik nog muziek maken, zeg maar. Ja. Voor mij de tweede keer dat ik daarheen ga. En vorig jaar waren we er 3 dagen. Maar het was zo gezellig dat we dachten van nou, we gaan nu wat langer. Dus nu gaan we 10 dagen. Dus dat is heel erg leuk. Het is daar ook heel erg lekker qua weer. En hier niet. Dus dat is ook super chill. Dus ja, we hebben er zin in. We hebben nu net alles dus ingepakt. En we moeten straks nog even lopen naar het station. En dan gaan we vanavond naar Amsterdam toe. Slapen bij Esmee en Noor. En dan vliegen we om 7 uur. Dus we moeten al best wel vroeg die kant op. Fuck my life. Maar ja, wel heel erg chill. Want dan heb je wel de hele dag nog daar. En die andere tijden waren volgens mij ook sowieso niet echt heel erg chill. Dus ja, we gaan zo meteen naar Amsterdam toe. En dan begint eigenlijk onze journey al een beetje. Heb je er zin in? Heel erg. Ben je er klaar voor? Oh, bijna. Oké, goed zo. Er zit nog eventjes, ik weet niet wat hij aan het doen is. Deze slof die ik nu aan heb, moet ik in de koffer. Ja, dat past wel, denk ik. Jesper komt trouwens bij ons in huis, dus dat is echt heel erg fijn. Die gaat op Juice passen en op het huis. En alle planten, dus dat is wel echt heel erg lief. Vorige keer toen wij naar Portugal gingen voor 10 dagen, toen had hij dat ook gedaan. Was super goed gegaan, die plant heeft nog nooit zo goed gegroeid. Dus Jesper, zet hem op. Als we terugkomen wil ik dat ding door het plafond zien. Ja, die komt er morgen in, dus Juice even 1 nachtje alleen. Hey Juice. 1 nacht. Maar dat is er wel eens vaker. Goed, we gaan die kant op. Hoi. Hoi. Oké, we zijn inmiddels door de sneeuw getrotseerd. Aangekomen in Amsterdam. Oh my god. Esmee heeft ons hele bedje al klaargemaakt. En we gaan nu snel slapen. Dan kunnen we nog 4 uurtjes slapen. Ja, het is 12 uur en de wekker gaat om 4 uur. En dan worden we om 4:30 opgehaald door de Uber. Dus ja, we moeten snel slapen. Ik ga nog even douchen, want gaat er vast richting bed. Die had net al gedoucht nadat hij terug was van werk. Slaap lekker, jongens. En dan zie ik jullie zo. Bye! Zo leuk, wij zitten net bij de leukste Uber driver ooit in de auto. En die wil op de foto met Mat. Dat is toch leuk? Juist. Yeah. Hoe grappig. Ga je add en zo en checken? Hard man, thanks man. Shout out naar jou! Yeah! Beste Uber driver met 99. Ja, man, en met Miss Vlogger hier. Hey. Yeah, on the way to Malaga. FIFA España. Dus dat was echt een topdag. Je lekker ritje gaat. Dus een veilige reis alvast. Dank je wel. Van je holiday. Dank je wel. En we hebben ingecheckt. Let's go. We zijn nu. Het ging trouwens echt super snel. We hadden het echt binnen 1 seconde gedaan. Want het was. Er was geen rij. Dus dat is heel erg fijn. Ik stel niet scherp. Super! En nu zijn we op zoek naar de gate waar we heen moeten. C14. Nou, als je je stappendoel nog niet gehaald hebt, dan haal je het hier wel. Jongen, jongen, jongen. Wat een pokkijn lopen overal naartoe. Oh, maar goed. Gelukkig heb ik een nekhernia gekregen gisteravond. En loopt Mat nu met mijn tas. En ik met Mat zijn tas, want hij heeft een rugtas. Ik ga stuk, ik heb nooit een rugtas op. Ik voel me een schildpad. Bouwse. Ja. Dus ik had gisteravond vlak voordat we weggingen nog even lekker broodje gemaakt. Met avocado, kaas, tomaatjes erop. Alleen doordat we ze in de tas hadden gedaan, zijn die van mij een soort van semi overleefd. Maar kijk, die van Mat. Ze zien er echt niet uit. Die van Mat, die van Mat. Ja, deze heb jij nu aan jezelf toegeëigend. Dus deze zijn voor jou. Ik denk, ik doe dat expres lief. Ja, maar dat is toch lief? Ik vind dat lief. Maar ze zijn wel lelijk. Lief en lelijk. Ja, zeker. 40 minuten later dan gepland, maar we zijn eindelijk in de lucht.
We zijn geland in Malaga. En we hebben even zo'n ding gehaald waar je je koffer op kan leggen. Echt de vibe. De koffer was weer terechtgekomen, de allerlaatste. Ja. Of, nou, wij waren de allerlaatste, want we waren nog even uitgebreid onze tijd genomen. Nou, uitgebreid. Maar dat chill is, we... daar hoef je niet te wachten. Je komt daar en je koffer ligt er nog. Nee, dus dat is helemaal chill. En nu gaan we naar de Kiss and Ride. Dan moeten we nog eventjes wachten op Maris. Die komt ons straks ophalen. Dat is onze stiefmama. En dan gaan we naar het huis. Wij zijn in Spanje. Aan het wachten in de zon. I love my life. Ja, maar het is echt lekker weer hier. Ik heb het niet koud. Nee, ik heb het best warm. Ja, I like. Oké, we zijn er! En Maris heeft ons opgehaald met de auto zo net. We zijn nu bij de zee. Echt heel mooi. Ik weet niet of je het nu goed kan zien. Maar heerlijk weer hier. En we gaan even op zoek naar ergens een plekje om te lunchen. Of in ieder geval even wat te eten. Want het is nu 11:30, dus we hopen dat er iets open is. Zo net waren we bij een heel leuk plekje, maar die was pas open om 2:00. Dus we gaan nu even nog een kansje wagen. Het is open. Het leven kan beginnen. Good life is here. Aan de zee. We zitten hier dus lekker. En achter ons zit een stel met een hond. En die hond is gewoon onderdeel. Die zit gewoon aan tafel. Die zit gewoon ook aan tafel. Dat is toch grappig. Ik ga stuk. Het ziet er heerlijk uit. Matt heeft een hamburger. Ik heb een salade met burrata en jij hebt een broodje met gepocheerde, wat is dit, zalm en ei, hè? Avocado, gepocheerde ei. Heel lekker. Dat is mooi lekker. Mooi lekker. Nou, eet smakelijk. Nou, 3 keer raden wat ik hier heb. Een pina colada. Kijk hoe leuk zijn koppie, hè? Dit is een tiki. Hoe bedoel je? Kijk zijn mond. Dat is een gezicht, oogjes, tong, mond. Zie je dat, neus? Oh ja, wat grappig. Toch een liedje van? Was toch een liedje van? Tiki? Tiki, tiki. Ja. Nou, cheers op het goede leven. Hoi. Nou, het lijkt alsof we hier alleen maar zitten te drinken. En dat doen we ook. Maar geen alcohol. Maar geen alcohol. Het is nog steeds een mocktail. Ik heb nu even een mojito besteld. Matt is even zo net zijn voetjes in het water gaan doen. Was best wel koud, hè? Oh, stik voorzichtig. Zo. Het is zo warm hier. Het is hier echt zo heet. Ik heb mijn trui uitgedaan. Dus ik zit hier nu even een soort van in een chill BH van Calvin Klein. Maar goed, het kan hier wel. Het is heel rustig. En het is echt lekker. Als je hierheen gaat, neem alsjeblieft een bikini mee. Want het kan gewoon. Het is hier echt heerlijk. Nou, Matt gaat weer het water. Matje! Schatje. Oké, ik zie er echt niet uit. Maar goed, we zijn net aangekomen bij het huis. We hebben even boodschappen gehaald. Ik ben even gaan slapen in de auto. Ik kan niet meer. Oh, ik moet echt even douchen en mezelf fatsoeneren. Maar kijk even hoe mooi het er hier uitziet, ja. Beneden is ook echt niet normaal mooi. Maar goed, ik laat nu even boven zien. Dit is onze slaapkamer. Echt super mooi. Echt heel cute. En dan is dit het uitzicht. Hoe prachtig. Nou, ik wil hier wel wakker worden elke dag. Joejoe. Dit zou maar je uitzicht zijn. Oh mijn god, we hebben even lekker gedoucht. Pyjama aangedaan. Lekker chillen. Kijk hoe mooi. Met fucking zon. Fucking mooi groen om je heen. Echt niet mooi normaal. Blauwe lucht. Echt al die mooie kleuren zijn hier. Echt zo. Prachtig. Ik mis je armen om me heen. We zijn compleet en we zijn lekker aan het eten. Is het Chinees? Hoe noem je dit? Thais. Thais. We gaan even cheers. Hartstikke Thai. Thai. Cheers. Niet Thai, maar zeker man. Nee. God, komt u in. Waar ben je? Oké, ik wacht op een pakje kaarten, zodat we jou niet kunnen spelen. We hebben net heel lekker gegeten. Echt super lekker. Ik zie het niet uit, joh. Echt, het is gewoon niet om aan te gieren. Necklace. Marcia, jij kan echt goed de necklace. Een necklace die ik niet kan. Wat niet. Het lijkt net of je nek vast.
koud. Maar laat me niet. Nou, gaan we Janieven? Ik kan geen kaarten vinden. Onderste kaart wordt jouw kaart. Nou, Matt heeft een truc. Oh, jij hebt gewoon die... Mag ik eens even kijken? Doorgaan met mijn truc. Oké, okay, ja. Oké, okay, nou zeg maar stop. Dan, stop. Dit is jouw kaart. Jij hebt het niet gezien. Hier heb je de kaart. Pak hem maar. Ik denk dat ik al weet wat je doet. Ik weet het al wat je doet. Jij legt die stapel boven en dan zeg je daarna... Ja, ik weet wat je doet. En jij hebt deze al van tevoren gezien, snel stiekem gespiekt. En dat doe je. Goed. Ja, hè? Ja. Ik heb je door. Zal ik een truc onthullen? Ja, volgens mij... Kijk zeg maar eerst naar de onderste kaart. Ja. Dan doe ik zo. En dan weet ik al van welke kaart het is. En dan zeg ik, zeg maar stop. Dan wordt de onderste kaart jouw kaart. Maar als jij stopt, zeg maar niet wanneer je stopt, zeg. Dan doe ik zo, dit is jouw kaart. Ja, ik dacht het al. Ik dacht, hoe kan je het anders weten? Eigenlijk was er nog een langere show die je er dan van kon maken. Maar dat weet ik niet meer, is lang geleden. Dat ik die kaart een truc heb geoefend. En zo deed ik dan jou voor de gek houden. Houdini. Ja, dan was bijvoorbeeld de onderskaart en dan heb ik meer dan niet hoe ik kan laten zien. En ik doe het dan gewoon zeg maar zo dat je gewoon goed denkt van oké, je ziet de kaart. En wat is dit jouw kaart? Ja, dat was hem. Zo. En dan... En dan... Nou, laten we nou maar Janief spelen. En dan gaan we daarna een rummy cuppen. Dat is alleen. Jalla. Nou, we hebben gewoon allemaal onze pyjama aan. Hoe leuk is dat? In de pyjama-stijl. Nou, het is inmiddels 1 uur. We zijn echt al zo lang wakker. Al sinds 4 uur vannacht. Dus dat is echt niet normaal. Ik heb... Maat. Ik heb mijn beugel in. Mocht je denken, ik praat zoals een... Oh. Ik word zo moe van jou. Hmm. Nou, sorry hoor, maar soms heb ik echt gewoon met een jongetje van 5. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Nee, doe het licht nou aan. Goed, in ieder geval. Bedankt voor het kijken naar de video. Vandaag stond vooral in het teken van reizen. Of nou vandaag, vannacht. Haal je hand daar nou even weg. Dat werd een zoompje in de film. Vervelend. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Als je hem leuk vond en Matt niet leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En kijk ook zeker naar de andere vlogs in Malaga. En tot de volgende video. Bye! Bye.